plaats van bouwen met beton, staal en stenen kunnen we ook bouwen met biobased materialen zoals hout. Zoals hier gebeurt in projecten Klamp in Heerhugowaard. Hier worden 59 appartementen gebouwd voor woningcorporatie Woonwaard. En je ziet dat nu de houten modules worden geplaatst die in de fabriek geprefabriceerd zijn. Houtbouw, het is erin wonen, is hartstikke fijn. Het geeft echt een bepaalde uitstraling. Het bouwen ervan is hartstikke gezond. En het is ook zo dat we een groene wijk willen creëren met veel groen, met een ontmoetingsruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in dat hout. En dat, ja, dat maakt gewoon een duurzame wijk. Nou, dit is de productiehal van de Groot Vroomshoop in Enschede met de heerlijke geur van hout hier overal. En hout is licht, duurzaam en het draagt ook nog eens bij aan de circulaire bouweconomie. Ik denk het allerbelangrijkste wat betreft hout is dat hout weer groeit. Het zijn grondstoffen die hier nu op dit moment in de unit zitten, die ergens anders in een woud weer opnieuw aan het groeien zijn. En ik denk als je dat vergelijkt met de traditionele bouw met steen en beton, daar is dat onmogelijk. En waar komt al het hout vandaan eigenlijk? Ja, het CLT-hout komt uit Duitsland, uit de buurt van Kassel. Dus daar praat je ongeveer over iets meer dan 300 kilometer hier vandaan. Wat leuk, dit zijn binnenwanden met vlasisolatie. Het huis is in principe in 4 dagen al gereed. Ongelooflijk toch dat je met hout uit duurzame bosbouw in Europa kant-en-klare modules naar de bouwplaats rijdt, waar ze efficiënt in elkaar gezet worden. En die snelheid, dat was hier nou eenmaal superbelangrijk. Nou, die vergunning in 1 dag, die gaat ook over die conceptuele bouw. Dus hoe mooi zou het zijn als je het gewoon standaard kunt vergunnen. En dat het dan, nou, bij wijze van in 1 dag is het dan vergund. Ja, het bouwproces zelf, dat op die bouwplaats hartstikke snel. Die units die komen per dag komen er 7 aan en het wordt gewoon op elkaar gestapeld. Ja, dat gaat heel vlot. Los van de duurzaamheidsvoordelen op planetniveau biedt het gebruik van biobased materialen ook voordelen op peoplevlak, met name voor de gezondheid van bewoners. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen zich gewoon prettiger en comfortabeler voelen in een meer natuurlijke woonomgeving. Houtbouw is op dit moment nog duur. Dus het zou wel een oproep zijn van hoe krijgen we nou houtbouw in Nederland veel betaalbaarder dan beton. En een vraag nog, heel Nederland gaat op slot vanwege de stikstof. En hoe zit dat met houtbouw? Als je praat over deze modules, die worden volledig gebouwd in een fabriek. Dus als je kijkt naar de bewegingen, die zijn dan natuurlijk dan heel erg kort. En dan plaats je het op de bouwplaats, op een bestaande fundering of op een nieuwe fundering. En dan ben je in principe klaar. Dus gunstig. Ja. Gunstig, een feestje. Dit is zeker de toekomst. We zitten ook in deze omgeving bij Natura 2000 gebied. En in die gebieden moeten we echt heel goed opletten van hoe je gaat bouwen. En dan is houtbouw een heel goed alternatief.